In deze video lees ik een artikel voor uit het Surinaamse dagblad Ki News SR, geschreven door Marciano Millerson en gepubliceerd op 11 oktober 2024. Het stuk richt zich op de cruciale CONCACAF Nations League A-wedstrijd tussen Suriname en Costa Rica, die vanavond zal plaatsvinden in het Franklin SZ-stadion. Bondscoach Stanley Menzo en aanvoerder Sikil Pinas spreken over de uitdagingen en verwachtingen voor deze belangrijke wedstrijd. Ondanks het thuisvoordeel blijft Suriname de underdog tegen de ervaren ploeg uit Costa Rica. In deze voorbeschouwing bespreken we de vooruitzichten, het belang van thuissteun en hoe Suriname zich voorbereidt op dit grote moment. Laat je mening achter in de reacties. Dit stuk wordt toegeschreven aan Marciano Millerson. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Vanavond is het uur van de waarheid voor de nationale mannenvoetbalselectie. Op bezoek in het Franklin SZ-stadion is CONCACAF Grootmacht Costa Rica. Realistisch bekeken is Suriname, ook al speelt het voor eigen volk, de underdog in deze voor beide landen cruciale CONCACAF Nations Liga-ontmoeting, groep A. Een overwinning zal voor elke grote stap richting plaatsing voor de kwartfinale kunnen betekenen. Beide nationale teams zijn zich ervan bewust wat er op het spel staat. Help ons, aldus bondscoach Stanley Menzo tijdens de verplichte persconferentie een dag voor de wedstrijd. De jongens zullen het nodig hebben, want het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Terwijl de bondstrainer deze woorden uitte, keek hij in de richting van aanvoerder Sikil Pinas. Laatstgenoemde is normaal de tweede kapitein achter Stefano Denswil. Zoals reeds bekend, moest Denswil vanwege blessureleed afmelden. Wij hebben een belofte in te lossen en zullen er alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. Een beetje hulp kan nooit kwaad, ging men zo verder. Pinas verzekerde de thuis aan dat het team klaar is om te strijden. Steun ons. Wij zijn ready en hopen dat het Surinaams volk ook ready is. Ons stadion moet een gekke huis worden. Volgens de ploegleider moet er een zodanige sfeer gecreëerd worden die Costa Rica zou moeten doen beven. De Centrum bleef weliswaar ook realistisch. Costa Rica is gewoon een goed land, maar wij hebben ook kwaliteiten en dat moeten wij later laten zien. Wij gaan door het vuur en als jullie, Surinaamse gemeenschap, ook door het vuur voor ons gaan, dan hopen wij op een goed einde. Daar zullen wij alles aan doen. Bribina Krakti besloot Pinas zijn betoog. Vooruitzichten. Menzo deed tijdens de persmeeting uit de doeken dat Mayenti, Abena en Etienne Fasel het goed maken. Het duo trainde woensdag niet mee met de groep van Weverfried verschijnselen, maar zal naar alle waarschijnlijkheid wel van de partij zijn vrijdag. Verder hoopt de oefenmeester dat er geen blessures meer bij komen. Virano Kerk is niet helemaal fit, maar zou mogelijk één van de twee wedstrijden kunnen meedoen. Waar Costa Rica volgde de laatste ontmoeting tegen Viana op 15 oktober ook in het Franklin Est-stadion. Over assistent Roberto Geurke kon men zo weinig kwijt. Op de vraag als de Robinhood-coach vrijdag ook op de bank zal plaatsnemen, had de bondscoach geen pasklaar antwoord. Geurdeke kan geen vrijkrijgen van dienstwerknemer. Men zo benadrukte dat deze situatie normaal is voor een land als Suriname. We zijn nog geen topvoetballand. Het zijn part-time werknemers omdat de Surinaamse Voetbalbond. SVB en geen vaste aanstelling kan veven, waardoor ze in dit geval lokale coaches afhankelijk blijven van hun baan. Je zal vrij krijgen, maar eerst de brede naar na Abasi al dus Menzo. Remo Mannen is inmiddels erbij verhaald, omdat de Bondstrainer extra mankracht nodig had. Menzo nam tijdens de vorige interlandperiode afscheid van Remco Byzantini. Vervolgens kwam ook de situatie van Goedikker bij kijken. In eerste instantie benaderde Menzo ik 20 bondscoach Werner Blackse om te assisteren. De voorwaarts hoofdcoach moest echter vanwege ziekte en werkverplichtingen afzien. Mannen werd toen benaderd. Ik ken hem al een tijdje. Hij is semi-kampioen met Transvaal, dat geef je zo iemand een kans om mee te lopen. Menzo zei meteen dat de aanstelling weliswaar niet permanent of vast zal zijn. De bondstrainer zal wel overwegen om iemand anders in de plaats van Bicentini erbij te halen. Analyse Costa Rica. Costa Rica is goed geanalyseerd. We weten genoeg van ze. Het is nu afwachten hoe zij gaan spelen, want zij hebben meerdere mogelijkheden, al dus men zo. De bondscoach benadrukt dat voor Suriname van belang is dat wij niet mogen verliezen. Hij waarschuwt weliswaar ervoor dat het team niet zomaar gaat lopen aanvallen. Die kan een wedstrijd winnen in het begin, maar ook op het eind. Wij gaan gecontroleerd proberen deze wedstrijd te winnen, wat niet makkelijk zal zijn. De concurrent beschikt over een ploeg die reeds jaren samenspeelt. Het Centraal-Amerikaans land heeft daarnaast de nodige ervaring opgedaan. De jongens, Costa Rica, kennen elkaar. Wij zijn in een fase waarbij wij elkaar leren kennen. De tegenstander is verder dan ons, maar dat wil niet zeggen dat zij over ons heen gaan lopen, verzekert Menzo. Sinds de intrede van het Diaspora-project heeft het nationaal team in Suriname tegen de grote jongens binnen de CONCACAF nog nooit gewonnen. Tegen Jamaica werd het op 4 juni 2022 1-1. Op 23 maart 2023 werd met 0-2 van Mexico verloren. En op 12 oktober 2023 werd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Haiti. Alle drie wedstrijden betroffen CONCACAF Nations League A-wedstrijden in het Franklin sz Stadion. Men zo met bovenstaande feit geconfronteerd, is de fase waarin wij zitten. Het moment komt een keer dat wij van een topland gaan winnen. Maar wij moeten ondanks wij topspelers hebben ons nog niet identificeren als een topland. Een topland brengt niet alleen goede spelers, maar ook andere dingen. De Bondstrainer noemde als voorbeeld het bepalen van de trainingsuren. Wij hebben het recht om dat te bepalen, maar het is nooit zo geregeld. Wij moesten in Viana gewoon om 16.00 S-middags trainen, terwijl wij ook later hadden mogen trainen. Costa Rica komt hier, Suriname, en bepaalt gewoon wanneer ze willen trainen. Naar zeggen van Menzo heb je als topland wat meer gezag bij scheidsrechters en andere officieels. Wij zijn in die fase om dat te worden. Dan heb je goede wedstrijden en uitslaven voor nodig. Thuisvoordeel: Zowel Menso als de spelersgroep zijn opgelucht met het tijdstip van de laatste groepswedstrijden. Nu is het veel cooler en kunnen de jongens veel meer energie eruit halen. Dat is ook een voordeel voor deze window. Ook Pinas erkende dat het veel aangenamer is voor de groep. Het is wat makkelijker om te spelen dan in de felle zon. Volgens de aanvoerder is er veen druk op hem, aangezien hij nu het team moet leiden. Ik blijf hetzelfde en zal me niet anders gedragen, maar als wij op het veld staan, moet er gewoon gewerkt worden. Dat is de boodschap die ik van de staf naar de spelers wil overdraven, maar ook van spelers naar de staf. Naar zeggen van de kapitein is de sfeer binnen de spelersgroep gewoon goed. Iedereen kan met elkaar overweg. We zijn één grote familie. Het maakt dan niet uit wat wordt gezegd of geschreven. Met het laatste doelde Pinas op een artikel uit een lokaal dagblad voor de Verinterland Window. De spelersgroep gaf een verklaring over dit bericht en uiterde een teleurstelling over de inhoud van het bericht. Dat Denswil, Justin Lomwijk en Dille Vente er niet bij zijn, steekt. Maar dat mag volgens Pinas de sfeer niet verpesten. Het betekent nu niet dat wij bij de pakken van zitten. Uiteindelijk zijn wij nu hier en moeten wij het met z'n allen doen. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.